En welkom bij weer een nieuwe unboxing video. Deze keer voor de Papercan van de maand oktober. Ik vond deze in mijn postbusje vandaag en ik was er zo blij mee. Oh, ik weet niet. De kleuren en de printjes die spreken me gelijk al aan. Dus ik denk, jee, eigenlijk iets waar ik weer leuk ga vinden. Laten we samen maar eens gaan kijken wat er allemaal in zit. Nou, de box zit zelf weer goed vol. Allereerst hier weer dit kleine magazientje met daarin een beetje uitleg over de designer, de gedachtegang erachter en ook wat er allemaal in zit. Dat is op zich altijd wel interessant persoonlijk vind ik om te lezen. Zeker als ik een productlijn binnen heb gehad wat me ook echt aanspreekt, vind ik ook wel leuk om te kijken hoe de andere persoon erover na heeft gedacht. Nou, dan gaan we naar de eerste echte item van deze box en dat is hier deze wenskaart. Met daarop tekst All Your Wishes Will Come True. Zit er ook nog een tweede wenskaart in, deze hier. Ook heel mooi weer met dat rose gold foil aan de bovenkant, wat je ook terug zag eigenlijk op de doos zelf. Allemaal manen erop, ook heel mooi. Gaan we door naar de derde item in de box. Dat is hier dit kleine notitieboekje. Alleen dit notitieboekje is eigenlijk een mini bullet journal. Of gewoon notitieboekje natuurlijk ook gebruiken, maar hier zit wel in ieder geval de dot grid in. Dat is ook de eerste keer dat ze zoiets in een box hebben, dus dat vind ik ook heel leuk. En ik hou gewoon van dat mintgroen op het moment. Dan heb ik hier een hele stapel met enveloppen. Ja, enveloppen. Oh, dat betekent dat ik daar nog iets anders tegenkom. Gewoon simpele enveloppen. Klein detailtje erop. Verder rest gewoon, ja, standaard. En inderdaad, hier heb je het tweede item die erbij hoort. De letterpad, oftewel het briefpapier zelf. De kaf belooft heel wat, alleen ja, dat is dan wel jammer dat het papier zelf dan weer meer overeenkomt met de envelop dan de kaft van de pad. Maar desalniettemin nog steeds heel leuk. Dan hebben we hier deze keer weer een maandkalender. Deze vind ik wel echt super gaaf. Dan hebben we ook deze keer een washi tapeje. Deze werkt natuurlijk weer niet mee terwijl ik aan het filmen ben, dus altijd. Hey, kui. Met allerlei verschillende fasen van de maan erop. Eigenlijk een beetje dezelfde illustraties die je terugzag op de tweede wenskaart. Het is niet diep zwart. Het is meer een soort mix tussen zwart en heel donkerblauw. Dus dat vind ik wel mooi. En dan de laatste items is ook een beetje set, namelijk deze drie stempeltjes met een zwart stempelkussentje erbij. En dan ga ik eventjes een wit papiertje erbij pakken en dan kunnen we deze ook gelijk eventjes gaan uittesten. Wat je heel vaak ziet met dit soort testsetjes en zomaar is dat de impact zelf heel erg droog is, uitgedroogd is. Dat is in dit geval niet, deze is goed nat en deze geeft ook goed veel inkt af op de stempel. Ik moet er wel iets harder op drukken als bij mijn vaste pads die ik hier al heb liggen. Maar op zich niet erg. Er zit wel heel veel inkt op en dan merk ik hier vooral met de hand. De hand heeft eigenlijk namelijk ook allemaal zichtbare lijnen in het handje zelf lopen. Alleen door het zoveel inkt dat erop zit, kun je die niet meer zien. Ik weet niet, ja, ik vind ze wel leuk, de stempel. Ik denk ook wel dat ik deze ook echt wel ga gebruiken. Tijd voor een kleine close-up. Vooral hier die sterren, dat is ook zeker een die ik er heel vaak bij zal gaan pakken. Omdat het gewoon leuk is om gewoon in kleine hoekjes en dergelijke neer te stempelen. Al met al was het deze maand echt een super leuke set. Ik ben er echt hartstikke blij mee. Dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, je vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!